Norman Doorson en Moernisa Power zijn gisteren door president Bouterse beëdigd als plaatsvervangend bewaarders van het Management Instituut Grondregistratie en Landinformatiesystemen, MI-GLIS. De beëdiging vond plaats op het presidentieel paleis. De eedsformule is de leden voorgehouden door de directeur van het kabinet van de president, Eugène van der San. Daarna legden Doorson en Power in handen van de president de eed af. Het staatshoofd gaf aan dat het GLIS onder andere als taak heeft de bevordering van de rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen in het rechts-, economisch en bestuurlijk verkeer tussen burgers en bestuursorganen van de overheid. Ten tweede, een doelmatige informatievoorziening aan de overheid ten behoeve van de goede vervulling van publiekrechtelijke taken en de nakoming van wettelijke verplichtingen door bestuursorganen. Ten derde, de ondersteuning en bevordering van de economische activiteiten en de verdere ontwikkeling van het economisch gebruik van het land. Deze rechtszekerheid is een van de pijlers van gezond economisch beleid en is een bepalende indicator voor het aantrekken van buitenlandse investeringen in ons land. Grond ligt aan de basis van economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Daarom moet het GLIS ervoor zorgen dat de informatie toegankelijk is voor zowel de beleidsmakers als het publiek. Bovendien zal voor wat betreft het grondbeleid dat onder het ministerie van ROGB valt, het Management Instituut GLIS een sleutelfunctie moeten vervullen. Gelet op het bovenstaande bestaat er geen twijfel over het Management Instituut GLIS dat een belangrijk instituut is dat zorg draagt voor de rechtszekerheid van de burgers ten aanzien van de registergoederen. Wat de belangrijkste voorwaarde is om te komen tot economische ontwikkeling van de Surinaamse samenleving. President Bouterse zei verder dat het MI-GLIS de potentie heeft om uit te groeien tot een van de modernste grondregistratieinstituten in de regio. Van de leiding van het GLIS wordt dan ook verwacht dat ze de modernisering voortvarend aanpakt. Bouterse deed een beroep op de twee beëdigden om samen met het bestuur ervoor te zorgen dat het GLIS haar plaats inneemt in de samenleving.